Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Apotheek en Sport, Lemon Solar, Atrion en ZH Media. Y'all ready for this? Welkom bij het sportiefste programma uit de regio, Den Haag Sport TV. Deze week stellen we een voor veel mensen onbekende sport voor. Je speelt het met een klein hard balletje, een soort met schepnet en een doel van 6 voet hoog, ongeveer 1,80 meter. De naam? Lacrosse. En wat hebben we nog meer? Veelzijdig handbaltalent Wessel Koster van Hellas speelt ook cricket bij HBS. De voetbalwereld is volgens de media helemaal klaar met kunstgras. Maar is dat ook echt zo? Lacrosse is een sport die haar oorsprong kent bij de Indianen. En die tegenwoordig in Nederland aan populariteit aan het winnen is. In Den Haag hebben we zelfs enkele dames internationals. Ze hebben zich geplaatst voor het Europees kampioenschap komende zomer in Tsjechië. Wel moeten ze per deelnemer €2000 betalen, anders komen ze niet uit de kosten. Op een achterafveldje bij FUK in Mariahoeve, daar trainen de dames 2 avonden in de week. Wij zochten ze op in het donker en maakten de volgende reportage. Het is een teamsport van 12 dames die op het veld staan, waarbij 1 goalie hebben, 3 aanvallers, 5 middenvelders en 3 verdedigers. Het is een teamsport wat buiten wordt gespeeld op velden die voorhanden liggen. We hebben nog geen echt lacrosseveld in Nederland, dus het is een voetbalveld of een kunstgrasveld. Het is een sport die oorspronkelijk uit Canada komt, Noord-Amerika. Door de Indianen is die uitgevonden als een soort voorbereiding op de oorlog. Inmiddels gaat het er een stuk rustiger aan toe, helemaal voor de vrouwen. De enige bescherming die we hebben is een bitje in ons mond. En sommige vrouwen dragen een beschermende bril. We spelen competitie in Nederland met 6 teams in de eerste divisie. Waarvan we 2 keer 30 minuten spelen per wedstrijd. Zuivere speeltijd. Dus er is ook geen tijd mogelijk om bijvoorbeeld tijd te rekken. Dit is onze lacrossebal. Verschillende kleuren hebben we hem in geel en het wit. En allerlei leuke kleurtjes voor handen. Hij is iets kleiner dan een hockeybal, maar niet minder gevaarlijk. Hij is van massief rubber. Dus hij kan, omdat we naast onze hoofd de bal proberen te vangen, hartstikke hard aankomen op je hoofd. Vandaar dat ook sommige meiden een beschermende bril dragen. Het belangrijkste item is natuurlijk de stick. Wat kun je daarover vertellen? De stick van de goalie is heel groot juist. Dat is een heel groot schepnet, zoals het wel soms gegeven wordt. Bij de vrouwen komt hij ongeveer tot je middel. Allerlei kleurtjes kan hij bestaan. En de bal moet, als hij erin zit, moet hij net boven het netje uitkomen. Dus we noemen het inderdaad een stick, waar een beschermende butt-end op zit, zoals we noemen. En de shaft zelf, dat is het middengedeelte. En aan het einde zit de head van de stick. Allemaal Engelse termen. Weet je hoe hard je ongeveer kan schieten? Geen idee. Maar er zijn mensen die heel hard kunnen schieten. Vanaf de mannen wel tot 160 km per uur, volgens mij. Hoe komt het dat deze sport zo onbekend is in Nederland? Nou, het is gewoon wat later begonnen hier. Het komt vanuit het noorden, Noord-Amerika. Oorspronkelijk vanaf de Indianen. Ja, het komt wat later aanwaaien. En waarom ben jij het gaan doen? Gewoon wat anders, een andere sport. Weer is het dan, alle sporten zijn leuk en dit is nog leuker. Dieke Spitsen, waarom speel jij lacrosse? Dat is een goede vraag. Ik heb het een keer gezien op de Haagse Hogeschool. En eigenlijk heb ik toen geprobeerd omdat ik een nieuwe sport wilde, omdat ik hier ging wonen. En sindsdien ben ik eigenlijk geen training meer weg te denken hier. Ik vind het gewoon een ontzettend leuke en andere sport dan de gewone sporten die in Nederland veel gespeeld worden, zoals hockey met name. Veel mensen vergelijken dit met ijshockey. Wat vind jij van die vergelijking? Ik denk dat ik me daar wel in kan vinden. Zeker in combinatie ook met dingen van gewoon hockey, maar ook van basketbal en handbal zie je vergelijkenissen. Is dit een heel erg fysieke sport? Officieel gezien niet. Officieel is vrouwenlacrosse een non-contact sport, maar ik heb wel regelmatig blauwe plekken. Nou is lacrosse ook in Den Haag een vrij onbekende sport. Hebben jullie wel voldoende speelsters? We hebben dit jaar gelukkig een tweede team gestart, maar meer spelers zijn altijd welkom. Ja.
Nou, daar is de camera. Bij deze mag je een oproep doen. Nou, iedereen die het een keer wil proberen, kom. We trainen op maandag en woensdag en we zijn open voor heel veel nieuwe mensen. First lady number one, versus girls, first in fun! Woo! Heb je nou na het zien van deze reportage interesse gekregen? Neem dan een kijkje op de website van Den Haag Lacrosse. Wij gaan verder met een ander Haags groot sporttalent, Wessel Koster. Hij is een van de betere handballers van de eredivisie en daarnaast excelleert hij ook nog eens met het cricketbed. Het leven van Wessel Koster staat in het teken van de topsport. Op een zonnige donderdagmiddag komt Wessel Koster aangelopen bij het paviljoen Malieveld. Zijn tentamen functionele anatomie is net voorbij. We maken pannenkoek, yeah, yeah, yeah. Met appel of met stroop, die is hier allemaal te koop. We maken pannenkoek. Het is pannenkoekenfeest en ik eet Europees. Wessel Koster, welke opleiding volg je? Ik volg de opleiding bewegingstechnologie aan de Haagse Hogeschool, hier vlakbij in Den Haag. Bij het Hollands Spoor is dat, in de buurt. Is een zware opleiding als deze te combineren met de bedrijven van topsport? Ik denk het wel. Vorig jaar heb ik universitaire studie gedaan. Dat was voor mij niet te combineren. Dit jaar doe ik nu HBO. En tot nu toe is het goed te doen. Ik hoop dat zo vol te houden. Want hoe vaak train jij in de week? Met handbal trainen wij 4 keer in de week met het team. En dan nog een keer krachttraining zelf, individueel is dat in de week. En daarna ga je door natuurlijk in de zomer met het cricketseizoen. Hoe vaak train je daarvoor? Ja, dat klopt. Met cricket trainen wij slechts 2 keer in de week. Dus dat is relatief minder dan met handbal. Dus dat is goed te doen in de zomer. We proberen bij cricket altijd de bal in het midden van het bed te raken, waar die het dikst is. Dan gaat de bal het verste weg. Je kan het ook wel horen aan het geluid, dat hij daar, nou, dat hoor je als cricketer, dat hij daar goed klinkt. En wanneer je hem aan de zijkant raakt, dat hij dan eigenlijk heel slecht klinkt, de bal op het bed. Kun je vertellen over je mooiste slag ooit? Mooiste slag ooit? Nou, dat is natuurlijk... moeilijk te zeggen, maar alle zesjes die je slaat, het is in 1 keer het veld uit. Dat zijn wel lekker geslagen altijd. Moet je hem echt precies goed raken in het midden van het bed. Perfecte timing en dan vliegt hij het veld uit. Wat was jouw mooiste jeugdinterland ooit met cricket? Ik denk wel in Engeland. Speelden we altijd ieder jaar een zwaar toernooi mee en dan wonnen we eigenlijk bijna nooit. En 1 jaar wonnen we een wedstrijd daar van een echt profteam. En toen pakte ik het laatste beslissende wicket. Dus dat was wel een heel mooi moment. Want cricket in Engeland, dat is natuurlijk gewoon het Valhalla. Ja, dat klopt. Ja, daar is het echt een van de grote sporten samen met voetbal. Dus ja, dat is echt prachtig om daar te mogen spelen. Hoe lang ga jij nog door met cricket? Lastig te zeggen. Ik probeer altijd zo lang mogelijk handbal en cricket te combineren. Ik ben bang dat ik wel ooit een keuze moet gaan maken later. Maar voor nu wil ik er gewoon zo lang mogelijk mee doorgaan. Maar dit is de handbal. Zou ik die ook hoog houden proberen? De handbal is natuurlijk veel groter dan een cricketbal. Niet te missen eigenlijk. Bij handbal gebruiken we ook hars om de bal beter vast te houden. Zo is hij eigenlijk, dit is een bal zonder hars, eigenlijk niet goed te gooien, moeilijk te controleren. Dus dan doen we hars in onze handen en dan kunnen we de bal veel beter plaatsen en hebben we meer controle over de bal. Eigenlijk is het een heel opvallend contrast. De sereniteit, de rust van cricket en de hele fysieke hardheid van het handballen. Waar gaat nou jouw voorkeur naar uit? Ja, dat klopt. Nou, ik moet zeggen, cricket kan het ook wel eens heet aan toe gaan. Nou, als zien mensen dat natuurlijk niet zo vaak. Ze zien meer de rust inderdaad, wat jij zegt. Ja, mensen zeggen wel eens tegen mij dat ik met handbal, dat ze mij echt los zien komen. En bij cricket wat minder. Ik kan me in allebei goed uiten. Ik heb niet echt een voorkeur daarin. Tot slot heb ik nog een paar leuke stellingen voor je, Wessel. Jouw vader was een top cricketer. Jouw moeder was een top handbalster. Wie was er beter? Dat vind ik een lastige. Ik heb ze nooit echt zien spelen op topniveau. Alleen bij de recreanten nog. Dames 3, heren 3. Ik durf daar geen uitspraak over te doen. Zaalsport of openlucht? Zaalsport. Lekker warm in de winter. Lekker binnen. Pannenkoeken of poffertjes? Pannenkoeken.
topsport of breedtesport? Topsport. Strand of binnenstad? Strand. Kunstgras of echt gras? Echt gras. Ja. Hoewel wij natuurlijk wel op kunstgras spelen bij ABS, ons cricket. Maar ja, echt gras blijft het fijnst om te spelen. Volgens het Algemeen Dagblad is de voetbalwereld helemaal klaar met kunstgras. Voetbal op kunstgras, het zou een ander spel zijn. Bovendien is er sprake van oneerlijke concurrentie. ADO-trainer Henk Vrezer vindt bijvoorbeeld dat iedere wedstrijd op dezelfde ondergrond gespeeld moet worden. Wij pelden de meningen in de voetballerij. Allereerst in de Jupiler League, maar zeker ook in de Eredivisie. Alle kunstvelden die we hebben in het topniveau in Nederland wegdoen. En de clubs verplichten om op normaal gras te spelen. Omdat mede daardoor gewoon de afstand met de andere landen gigantisch wordt. Die natuurlijk met elke topcompetitie. Die waardeert het gras. En nu hoorde ik pas wel bij de FIFA dat ze weer een proefballonnetje oplieten om ook grote toernooien op kunstgras te laten spelen. Ik heb het idee dat het een soort knieval is naar het vrouwentoernooi, het vrouwen-WK, wat straks in Canada op kunstgras gespeeld wordt. Dan zeggen ze van discrimineren doen we niet. Maar je kan mij niet wijsmaken dat binnen 4 of 8 jaar of 12 jaar WK's op gras, het grote WK op gras wordt gespeeld. Rinus Israël, voetbalicoon van Nederland, voetbalicoon van Feyenoord. In uw tijd trainer geweest van ADO. In uw tijd was er nog geen kunstgras? Nee. Gelukkig niet voor mij. Ik was zelfs een groot voorstander bij Heracles om kunstgras aan te leggen. Heracles was de eerste club in het betaalde voetbal met kunstgras. Toen de tijd nog in de Jupiler League. Nu uitkomend in de Eredivisie. En dat goede voorbeeld heeft velen doen volgen. Want er zijn op dit moment 6 clubs die op kunstgras spelen. En vind jij dat eigenlijk de hele Eredivisie op kunstgras zou moeten spelen? Nee, ik ben nog steeds een voorstander van een goed natuurgrasveld. Want daar kan kunstgras nog niet aan tippen. Ik denk dat het beste kunstgrasveld voor 85% de lading dekt. Met de laatste 15%, ja, dat heeft dan toch een goed onderhouden natuurgrasveld voor. En die voorsprong zal altijd ook blijven. Alleen, er zijn heel veel clubs die hebben de onderhoud van velden onderaan de begroting staan. Dus als een sluitpost. Ja, en die hebben gewoon maar 3 maanden per jaar een redelijk veld. Niet eens een goed veld, maar een redelijk veld. En de rest van het jaar een slecht veld. Nou ja, neem ADO Den Haag verleden jaar. Dus ja, daar kun je veel beter overgaan op kunstgras. Kijk, het zal ook wel een economische iets zijn dat het allemaal wat goedkoper is in onderhoud. En kijk, als de velden heel slecht zijn, dus als ze niet in de gelegenheid zijn om een goede gras maar neer te leggen, dan lijkt me kunstgras wel een goed vervangingsmiddel. Maar in betaald voetbal lijkt het me toch voor de clubs dat het mogelijk moet zijn om een goed veld neer te leggen voor eens in de 2 weken te voetballen. Dan hoor je ook stemmen vanuit de technische kant van de voetballerij. Die zeggen dat als je alleen maar op kunstgras voetbalt en groot wordt, dat het slecht zou zijn voor je motoriek, slecht zou zijn voor je technische ontwikkeling. Hoe zie jij dat? Nee, de feiten logenstraf dit. Het is echt lekentaal. Je hebt het in een hockey ook gezien. Voor de techniek is het alleen maar een verbetering. De ballen, het wordt veel, de bal gaat veel sneller rond, of kan veel sneller rondgaan. Het gedrag van de bal is veel voorspelbaarder, waardoor je ook weer meer tijd krijgt om sneller te handelen. En daar wordt het spel alleen maar aantrekkelijker van. Vooral in het begin was het kunstgras, als je een bal speelde, die bal die rolde steeds sneller. En wat dat betreft zijn die velden wel beter. Ja, goed. In de Eredivisie krijgen we steeds meer kunstgrasvelden, dat klopt. Maar ik denk überhaupt in Nederland. Zeker in de amateur zie je dat natuurlijk omdat je met velden tekort zit. Maar in het profvoetbal lijkt het ook redelijk eigenlijk aan het doorslaan misschien wel. Als ik heel kritisch naar kijk. Als ik in de Eredivisie al 6 kunstgrasvelden heb, dat is best veel. Wat vind jij? Moet er gewoon op normaal gras gevoetbald worden in het betaalde voetbal? Nou, het liefste vind ik dat wel. Hè. Ik vind wel, natuurlijk, het ligt nu zo dat bij de KNVB en de clubs, dat de clubs het mogen bepalen. Alleen het voetbal is denk ik gespeeld om op normaal gras te spelen. En, dus dan mag het eigenlijk niet qua budget afhankelijk zijn. Ja, want de rest van Europa lacht ons toch een beetje uit. Hè? Dat het in IJsland en op de Faroe-eilanden gebeurt, begrijpen we wel. Maar hier hoeft het helemaal niet. Nee, het zou niet hoeven, denk ik ook. Als je kijkt in de omgeving waarin we leven, met gewoon prima, zelfs bij goede amateurclubs zijn er prima velden.
Ze hebben pas bij Go Ahead Eagles gespeeld. Hè. Ook niet de rijkste club van Nederland is, maar ze hebben een geweldig voetbalveld. Maar goed, aan de andere kant, we zien ook wel dat kunstgras steeds beter wordt. En als ik kijk naar ons team bij Twente, hebben ze over het algemeen niet heel veel moeite met het kunstgras. Alleen ze krijgen er wel veel reactie van, hè, spierklachten. Op 30 november speelt ADO Den Haag op haar eigen plastic kunstgrasveld thuis tegen Ajax. De Amsterdammers verloren nog nooit op rubberkorreltjes, maar ja, eens moet de eerste keer zijn. Wij zijn er volgende week weer met Den Haag Sport TV. Heb je nou een leuk idee of wordt jouw sport te weinig belicht? Stuur dan een mailtje naar info@zh-media.nl. Wij wensen je een sportieve week toe en tot de volgende week. Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Apotheek en Sport, Lemon Solar, Atrion en ZH Media.